De Herman Wijfelsprijs is een prijs voor duurzame innovatie in het leven geroepen door de Rabobank. Tijdens het najaarsevent van NL Octrooi Centrum werd de eerste prijs uitgereikt aan ondernemer Corné Ooms. Hij ontwikkelde de Zizi Comet, een volautomatische aspergesteekmachine. Wij werden door onze lokale accountmanager van de Rabobank geattendeerd. God, Corné, de innovatieprijs, Herman Wijfels innovatieprijs inschrijftermijn is, zullen we jullie inschrijven met de steekmachine? Ik zei ja. Druk, maar laat maar eens weten wat we er precies voor moeten doen. Dus er moest een gedegen businessplan gepresenteerd worden. En er moest een stukje duurzaamheid doorgesplit worden. En zo hebben we de inschrijving georganiseerd. Ooms heeft wel een idee waarom juist de Zizi Comet gewonnen heeft. De aftertalk, dan praat je daar met mensen over. En dan merk je toch het karakter duurzaamheid. Maar ook zeker wat ik gehoord heb, is het coöperatieve samenwerkingsgedachte. Hij is elektrisch, geruisloos. Kan 24 uur op 7 dagen in de week werken. Ja, dat zijn wel hele belangrijke aspecten. Als je de afgelopen 5 à 10 jaar analyseert, is de productprijs die de teler krijgt, is niet omhoog gegaan, niet omlaag gegaan. Arbeid daarentegen is explosief gestegen. Wat dan ook weer inhoudt dat telers op het randje gaan balanceren met arbeid. En dan krijg je dus de excessen die we in het nieuws gezien hebben van huisvesting met buitenlandse medewerkers. Daar worden we allemaal niet vrolijk van. Nou, deze machine kan dit mede oplossen doordat je het seizoensmatig karakter voor de handjes wordt geautomatiseerd. We hebben het octrooivraagstuk altijd op de agenda gehad. We hebben ook 2 jaar geleden een octrooigemachtigde in handen genomen om te laten onderzoeken. Dan komen er wel enkele octrooien boven water. En dan merk je toch wat wij ontwikkeld hebben dat het een andere richting uitgaat. Mooi, hè? Krijg je een gerechtszaak aan je broek. Want ik ben van het principe, ga niet eerst aan het defensief denken, ga aan het offensief denken. Ga eerst denken, hoe ga ik het verkocht krijgen? Hoe ga ik er de flow in krijgen? De trein moet nog harder gaan rijden. Wil je meer weten over kennisvalorisatie? Bekijk dan het volledige magazine op innovatie-magazine.nl.